In de kern van het Homo Economicus onderzoeksprogramma zitten een aantal onjuiste beweringen. Egoïstisch handelen zou resulteren in samenwerking, maar de speltheorie laat zien dat dat precies niet het geval is. Belangrijker nog is dat de mens perfect rationeel zou zijn en dat fouten in het denken te wijten zouden zijn aan vermoeidheid of iets dergelijks. Maar het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we structureel irrationeel zijn. Dat houdt in dat het onderzoeksprogramma van de Homo Economicus degeneratief is. En vervangen dient te worden door een progressief onderzoeksprogramma. Dat progressieve onderzoeksprogramma is het programma waarin de prospect theory centraal staat. Deze theorie is ontwikkeld door Amos Tversky en Daniel Kahneman en heeft in de harde kern precies opgenomen dat de mens structureel irrationeel is. Twee andere elementen in de harde kern van dit onderzoeksprogramma zijn dat de evaluatie van vooruitzichten, van prospects dus, afhankelijk zijn van een referentiepunt en dat we slecht tegen verlies kunnen. We hebben last van loss aversion. Laten we naar deze twee aspecten kijken. Kahneman bespreekt het volgende voorbeeld om de resultaten van zijn onderzoek uit te leggen, die laten zien dat de beslissingen van mensen afhankelijk zijn van een referentiepunt, van een startpunt. Neem Anthony en Betty. Anthony heeft een miljoen dollar en Betty heeft vier miljoen dollar. Ze krijgen nu allebei de volgende keuze uit twee opties voorgelegd. De ene optie is de zekere optie, waarbij ze eindigen met 2 miljoen dollar. De tweede optie is de onzekere optie, een gok. Je hebt daarbij 50% kans dat je met 1 miljoen eindigt en 50% kans dat je met 4 miljoen eindigt. Wat doen Anthony en Betty? Wat zou je doen als je Anthony was en wat zou je doen als je Betty was? Volgens het oude onderzoeksprogramma van de Homo Economicus moet je gewoon berekenen wat het beste eindresultaat is en dan dus allebei hetzelfde kiezen. In de zekere optie eindig je met 2 miljoen en in de onzekere optie eindig je in 50% van de gevallen met 1 miljoen en in 50% met 4 miljoen, wat erop neerkomt dat je gemiddeld met 2,5 miljoen eindigt. Volgens het homo-economische onderzoeksprogramma moeten Anthony en Betty dus allebei voor de gok gaan. Maar dat is niet wat de meeste mensen zouden doen. De meeste mensen zouden, als ze Betty waren, inderdaad doen wat volgens het oude onderzoeksprogramma het beste was. Kiezen voor de gok. Maar als ze Anthony waren, zouden ze precies kiezen voor de zekere optie waarbij ze zeker 1 miljoen winst maken. Mensen redeneren, zo stelt Kahneman, dus helemaal niet in termen van hun uiteindelijke welvaart, maar in termen van winst en verlies. Anthony maakt zeker winst als hij voor de zekere optie gaat en maakt mogelijk geen winst als hij voor de gok gaat. Dus gaat hij voor de zekere optie. Betty daarentegen denkt ook niet in termen van haar uiteindelijke welvaart, waarvan wat ze mogelijk verliest en mogelijk niet verliest. Als Betty voor de zekere optie gaat, dan verliest ze zeker 2 miljoen dollar. Als ze voor de gok gaat, heeft ze de mogelijkheid om niets te verliezen en dus kiest ze daarom voor de onzekere optie. Of een optie je winst of verlies op gaat leveren, is afhankelijk van je startpunt, van je referentiepunt. Het referentiepunt van Anthony is anders dan dat van Betty. Voor hem levert de zekere optie winst op en voor Betty verlies. Het referentiepunt van mensen is dus van het grootste belang om mee te nemen in je theorie die je wilt gebruiken om menselijk economisch gedrag te voorspellen. Het verhaal van Anthony en Betty illustreert meteen ook het fenomeen loss aversion. We kunnen heel slecht tegen verlies. Kahneman heeft ontdekt dat psychologisch gezien verlies voor mensen twee keer zo zwaar weegt als winst. Als je mensen vraagt om een cijfer te geven aan de waardering die ze hebben om 100 euro te krijgen of 100 euro te verliezen. Dan blijkt dat mensen het twee keer zo erg vinden om 100 euro te verliezen dan om het te krijgen. Dit is wat loss aversion is. De standaardregel die mensen hanteren is verlies uit de weg gaan. Dat we die vuistregel gebruiken, blijkt uit andere experimenten, waarbij mensen keuzes voorgelegd krijgen die feitelijk hetzelfde zijn, maar die de ene keer in termen van verlies geformuleerd zijn en de andere keer niet. De keuze van mensen voor de ene of de andere optie is dus afhankelijk van hoe je dingen formuleert. Dit heet het framing effect. Een niet-economisch voorbeeld van Kahneman en Tversky is het volgende. Stel je voor dat er een ziekte uitbreekt in een land. De verwachting is dat die ziekte aan 600 mensen het leven zal kosten. Er zijn twee mogelijke medische programma's die we kunnen volgen om de ziekte te bestrijden. Twee groepen mensen kregen nu de keuze tussen programma A en B voorgelegd. De ene groep. Kreeg de keuze voorgelegd in termen van verlies. Dat wil zeggen in termen van hoeveel mensen dood zouden gaan. De andere groep kreeg het in termen van hoeveel mensen gered zouden worden. Stel dat je de arts bent die voor de volgende keuze staat: wat zou je doen? Zou je voor programma A gaan, waarbij 400 mensen sterven, of voor programma B, waarbij je een derde kans hebt dat niemand sterft, of twee derde kans dat ze alle 600 sterven? Als je de zaak zo formuleert, in termen van sterven, kiest 22% van de proefpersonen A en 78% B. Je kan het probleem ook anders brengen. Wat zou je kiezen? Zou je voor programma A gaan, waarbij 200 mensen gered worden, of voor programma B, de gok, waarbij je een derde kans hebt dat iedereen gered wordt en twee derde kans dat niemand gered wordt? Als je de zaak zo formuleert, in termen van overleven, Kies 72% voor programma A en slechts 28% voor programma B. Strikt genomen overleven bij programma A 200 mensen het wel en 400 niet, en geldt dat de verwachting van programma B hetzelfde is als je het zou bekijken over meerdere keren. Dan zou je gemiddeld 200 mensen hebben die het overleven en 400 die het niet overleven. Het maakt dus niet uit wat je kiest, omdat onafhankelijk van de formulering. Het de keuze is tussen twee programma's die gelijkwaardig zijn. Maar blijkbaar is het zo dat onze weerstand tegen verlies zo sterk is dat formuleringen in termen van verlies een invloed hebben op onze keuzes. Het onderzoeksprogramma van de Homo Economicus kan dus vervangen worden door het onderzoeksprogramma van de Prospect Theory, dat een progressief onderzoeksprogramma is.